Uruguay, jullie zijn veel te sterk. Alright jongens, hier gaan we. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh, het is hier zo. Wow. Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe Lord of the Rings Mod Survival van XNL. Jongens, vandaag komt hij een uurtje later, zoals jullie dus kunnen zien, om 7 uur in plaats van 6 uur. Man, ik zat echt in de stress met Shadow of Mordor. Ik heb die video echt 10 keer opnieuw moeten doen. Ongelooflijk, als je die nog niet gezien hebt, jongens, check die ook hierna of hiervoor nog even. Hartstikke leuk. In ieder geval, wat ik vandaag van plan ben in de Lord of the Rings mod. Vorige keer was ik dus in Isengard, zoals jullie hadden gezien. Ik zei dat ik daar nog even wilde gaan verkennen, maar ik heb even op de Wikipedia gelezen. En er is, zeg maar, in die ring zelf is niet zoveel meer te doen. Het enige wat eigenlijk te zien was, was die grote muur. Er is ook geen Mithril te vinden, volgens jullie. Jullie zetten het allemaal in de reacties. Het is alleen maar in de Iron Hills te vinden. Dus oké, dat dacht ik inderdaad al. Maar omdat die ene op Twitter het zei, dacht ik van, ik wist het niet helemaal zeker. Maar nee dus, dat is alleen maar hier te vinden. Dus misschien, daar moeten we ooit nog heen. Maar voor vandaag, ik ga sowieso natuurlijk een nieuw leger kopen. Dat is nodig. Ik moet ook nog steeds Fonolulu uit de kerstsfeer halen. Maar ik ben gewoon te lui en ik heb geen zin om het weg te halen. Maar ik doe het na het opnemen misschien wel. Misschien. Misschien laat ik het wel gewoon zitten tot volgende kerst, jongens. Je weet het niet. Je weet het serieus niet. Het zou zomaar kunnen. God damn it, en het gaat meteen regenen. Maar wat ik nog meer voor gepland heb voor vandaag is... Guus, die zei tegen mij, dat is een fan van mij. Hij zei, als je nog iets vets wil zien, ga dan naar de Vuurberg. Oftewel Mount Doom, hier zo. En ik heb er even voor gezorgd dat ik hierheen kan fast travelen. Want ik heb mijn Mordor alignment lekker op 0 gezet. Hé, anders kon ik er niet heen. Dus kunnen we er mooi heen fast travelen met mijn leger straks. Blijkbaar is er dus ook wat vets te zien. I don't know, Guus zegt het. Dus dan kunnen we ook meteen een soort Mordor aanvallen, een beetje. Moet ik wel even deze man vinden. Onze captain, of hoe heet hij? War... Oh, daar is hij. Kijk, als je hem nodig hebt, dan komt hij eraan. Dus ik heb nieuwe mensen nodig. Hire. Even kijken. Fonolulu. Laten we dat allereerst neerzetten natuurlijk. Ik had de vorige keer Tauradine Warriors. En jullie zeiden in de reacties, of in ieder geval één iemand zei het. Damien, je leger heeft geen zwaarden. En ik ging kijken. Ik ging die video kijken van eergisteren. En ik denk, huh? Je hebt gelijk. Echt serieus. Al mijn soldaten liepen zonder zwaard. En ze hadden gewoon vuisten. Dat was zo vaag. Ik snapte helemaal niet hoe dat kon. Ik weet niet hoe ze hun shit kunnen verliezen. Maar ja, het zal wel. Ik wil nu ook blowgunners kopen. Ook al denk ik dat blowgunners gewoon echt slecht zijn. Ik denk dat archers gewoon veel beter zijn. Ja, I don't know. We gaan het gewoon uitproberen. Even kijken. We hebben hier 300, 310, 300 nog wat. Dus we hebben er 300. Dus daar kunnen we in ieder geval sowieso 6 van kopen. Laat ik dan 6 archers kopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. Dat was goed. Nu dit nog. Even kijken. Deze kostte 30 per stuk. Dus dat zijn er 2, 4, 4. Dus dan heb ik er 10 in totaal. Oké. 1, 2, 3, 4. There we go. Dit is mijn leger. Het zijn er 10 in totaal. Met mij erbij is het 11. 6 archers en 4 warriors. Of had ik het andersom gedaan? Nee. 6 blowgunners. Ook goed. Jongens, kom even erbij. Heeft iedereen een zwaard? Laten we dat eerst even checken. Jij hebt een blowgun. Jij hebt een blowgun, nice. Blowgun, dat is een soort zwaard, I guess. Oh, jij hoort er niet bij. Is dat een dikke? Dat is Mupepe. Echt, deze namen, echt ongelooflijk. En ze wil bananen. Weet je, Mupepe, ik fix bananen voor jou. Je wacht maar, ik ga het niet nieuw doen. Oké, jij hebt een zwaard, good. Jij hebt een schild, maar heb je ook een zwaard? Jazeker. Volgens mij heeft iedereen een zwaard, jongens. In ieder geval een wapen. Wat heb jij? Jij hebt iets langs. Oké, het ziet er goed uit. Dat klinkt verkeerd, maar het ziet er... Oké. Laten we naar Mordor gaan, jongens. Ik heb dus 10 mensen. Even die horns. Ik heb geen elite meer. Die zijn allemaal hartstikke dood. Maar ik heb nu deze twee. Dat is goed. We gaan fast travelen. Even kijken, dat is summon. Ja, nice. Ik moet het hier maar mee doen. Ik denk dat we weer uitgemoord gaan worden, maar... we moeten het er maar mee doen. Ik heb trouwens ook nog even wat potatoes gebakken. Want dat was nodig. Maar we moeten het hier mee doen. Ik dacht dat ik heel veel coins had, maar het is dus blijkbaar niet zoveel. Jongens, let's go. Mount Doom, fast travel. Niet in me lopen, please. Niet doen! Niet doen! Come on, man. Je staat de hele tijd stil. Hij stond serieus de hele tijd stil. En net als ik begin te lopen, of als ik begin met fast travelen, gaat hij eventjes lopen, hoor. Het is goed met je. Sodemiet maar op. Ik ga hier bovenop staan. En fast travel. There we go. Niet doen. Je springt hier niet op. Waarom gaat iedereen ineens lopen als ik op fast travel druk? Please. Blijf stilstaan, oké? 3, 2, 1. There we go.
Fast traveling to Mount Doom. Now far ahead, the road has gone. Let others follow if they can. I don't know. Het is een gedicht of zo, jongens. Of een, hoe noem je zoiets? Een klein gedichtje. Dat heet een... I don't know. Het zal wel. Wow. Alright. Ik hoop inderdaad dat hier iets vets te doen is. Want we gaan niet zomaar naar Mordor om gewoon aan te vallen. Maar ik hoop dat hier iets cools is. En volgens Guus, die zei, gaan naar de vuurberg. En ik zie op mijn minimap links iets. Right here. Hier zweven mensen, maar als ik even refresh... Oh god. Is dit de berg? Is dit Mount Doom? Yo, waar is Mount Doom? Oké, jongens, we moeten echt even oppassen. Goddammit, net als ik zeg dat ze moeten oppassen, beginnen ze allemaal te schieten. Holy shit. Pak de Mordor Orks. De Mordor Orks zijn niet zo heel sterk, toch? Kom op, jongens, die kunnen jullie makkelijk hebben. There we go. Oh, dat is een Black Uruk. Dat is een Black Uruk, hi. Jongens, laat hem maar aan mij over. Laat hem maar aan mij over. Laat hem maar aan mij over. Oh my god, deze zijn zo sterk. Shit. Oké, there we go. Dat was een Black Uruk-hai, toch? Volgens mij wel. Jongens, pas nou op, man. Pas nou op. Hou op. Is er al iemand dood? Ik heb 2. En 1, 2, 3. Jongens, jullie gaan nu allemaal dood. Er zijn er al 2 dood, volgens mij. Hou op. Sodemieter. Doe even... Oh god, ik haat archers. Come on. There we go. Oké, rustig. Laat me jullie tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er zijn er al 2 dood. Ik zweer het je, dit is niet te doen. Wat moet ik nou met jullie? En ze gaan weer schieten. Jongens, hou op. Hou op. Oh my god. Oké, we doen dit groepje ook nog wel even. We gaan toch een beetje een soort van aanvallen, denk ik, jongens. Ik heb geen keus. Ze doen het gewoon zelf. There we go. Als er maar geen troll komt, want die kunnen we sowieso niet hebben. Ik krijg echt het gevoel dat deze mensen gewoon... Of dat deze warriors er zo gewoon slecht zijn, jongens. Ik weet niet waarom, maar... Oh god. Ik zei het nog. Het is een fucking troll. Shit. Het zijn er 2. Oh nee, dit gaat slecht aflopen. Dit gaat heel slecht aflopen. Oh my god, kom hier. Deze moeten zo snel mogelijk dood, anders slaan ze mijn soldiers overal en nergens heen. Come on, hoeveel levens heb je, man? Kom op. Ja hoor. En ik... Oh my god, ik ga ook bijna dood. Oh. Oh nee, mijn leger. Volgens mij zijn ze al dood. Really? Nou, dat was ons Mordor-avontuurtje, jongens. Holy fucking shit. Really? Oh my god. Mijn leger is al dood. Ik zag ze neergaan. Er was er nog eentje of zo, maar die is nu ook sowieso dood door de trolls. Really? Oh my god, Guus. Nou ja, Guus wist ook niet dat ik mijn leger mee zou nemen natuurlijk. Oh, we gaan even looten hoor. Nu ben ik pissig en nu ga ik looten. Get off my fucking face. Wagen niet om me aan te vallen. Ik weet dat er lag is, maar... Oh my god. Oh. Heb ik steen? Heb ik steen? Ik heb steen. Ik heb steen. Oh, dat was niet wat ik wilde, maar ik doe het even zo. There we go. Oké, dan kunnen we even rustig looten. Oh, wat een loot. Holy shit, wat een loot. Sick. Echt super sick. Sodemiet erop. Wacht, ze kunnen hier helemaal niet in, omdat hier een fence staat in het midden. Daar zijn ze te dik voor. Oh, dat moest ik niet zeggen. Hij werd meteen pissig. Sodemiet erop. Wegwezen. Oh. Oh jongens, ik ga het nu aan jullie vragen. Ik moet het echt weten. Hoe kan ik in deze mod een enchantment table maken? Aangezien ik geen diamonds kan krijgen. Laat het weten in de reacties, jongens. Of als jullie een andere manier weten of zo. Want ik moet het weten. Ik wil mijn wapen enchanten. Want ik wil dat die vet OP wordt. Oh god. Maar daar heb ik diamonds voor nodig natuurlijk. En die heb ik niet. Want die bestaan niet in deze mod. In deze wereld bedoel ik. Yo, kan je even opzodemieten anders? Come on, man. Gadverdamme. Ja hoor, oké, wegwezen. Ik heb geen kans. Ik heb geen kans in Mordor. Maar moet ik dan met een leger van 200 mensen komen? Maar die kun je weer niet onder controle houden. Hoe de fuck doe je dit? Ja, ik moet dus mijn dingen enchanten, man. Ik wil mijn wapen enchanten. Ik ben level 34. Ik kan een dikke sharpness opkrijgen. Het moet beter. Oké, misschien moet ik mijn schild meer gebruiken. Maar dan nog. Dan ga ik waarschijnlijk alsnog fucking uit dood. I don't know. We gaan toch nog even looten, jongens. Ik wil goede loot vinden hier. Je komt hier niet voor niks. En we gaan zo nog naar Mount Doom, jongens. Don't worry about that. We gaan er zo nog heen. Ik beloof het. Oh, wat de hel? Ben jij nou zo klein? Of ligt het aan mij? Dat was een hele kleine ork. Of lag het aan mij? Dat was wel cute, hoor. Dat was wel cute. Oké. God. Overal waar ik heen loop staat iets. Dus ik word sowieso achterna gezeten. Oh my god.
Hoe ga ik naar Mount Doom komen? Hoe ga ik naar Mount Doom komen? Ah, ik heb iets nodig waar ik op kan rijden. Een kameel. Een zebra. Ja. Maar die gaat ook sowieso neer. En op zich ga ik zo ook best wel snel. Dus misschien moet het maar hiermee doen, jongens. Ik heb geen idee. Oh, recht erin. Ik ren er recht in. Oh my god, de wargs. Deze wargs zijn ook vreselijk, hoor. Jongens, wat is het tegenovergestelde van een warg? Zeg maar een warg van de goede kant. Is dat zo'n ding die de elfen hebben? Zo'n elk, was het? Zo'n groot rendiergeval ding. Ik denk het wel. Maar ja, ik weet niet of ik die zo makkelijk kan krijgen. Hou op met mij achtervolgen, man. Geef het al op of zo. Jesus. Wat zit lava daar? Dit is echt een vaag gebied, man. Mordor, je stinkt. Ik vind je echt helemaal niks. Maar ik wil toch Mount Doom zien. Dus weet je, ik ga even cheaten. There we go. Ik zet mijn alignment op 0. Dus nu valt niemand meer aan. Maar ik wil wel naar Mount Doom. Oh my god. En ik moet zo lang wachten tot fast travelen? Really? Really? Hé, hey, dat gaan we dus even niet doen. Kijk, jongens. Meestal kun je maar fast travelen in... Of één keer in een half uur. En dat zijn dat echt... Echt echte minuten. Kijk, hij telt echt in... Echt een seconde af. Niet dat het Minecraft minuten was of zo. Maar dan gaan we even dit aanzetten. Fast travel timer. Hier, deze. Even kopiëren. Dit. There we go. En dan zet ik hier Fonoxonel neer. En bij ticks, dat betekent tijd. En dan zetten wij lekker 0 neer. Dus als het goed is, kan ik nu gewoon fast travelen. Ja. Oh, ik kan fast travelen. Ik dacht dat het stond. Kon nog niet, maar ik heb, te snel gelezen. Come on. Laat me erheen. Ik wil kijken of Guus gelijk heeft. Guus beter wel, man. Ik zweer het. Ik wil weten of dit iets cools is. Oh god. Oh wacht, ik word nu niet aangevallen. Oké, we kunnen rustig aandoen. We kunnen serieus rustig aandoen. Maar ik wil hierheen. Als je op mijn minimap kijkt, dan kijk je nu naar linksboven op mijn minimap. En daar gaat het steeds hoger. Maar dat is dan dit. En dit lijkt niet echt op Mount Doom. Ik bedoel, Mount Doom is toch de vuurberg? Ik heb het toch wel goed begrepen wat Guus zei. Hoop ik. Oh. Straks is de vuurberg echt totaal iets anders. Dan zit ik hier te derpen. Helemaal niks te doen. Maar we gaan gewoon naar de top, oké? Misschien is er wel... Oh, zat daar nou een... Oh, het gaat wel omhoog, jongens. Dit gaat wel een stukje omhoog, hoor. Ja, ja. Oké, ik vertrouw er weer in. Ik vertrouw er weer in. En ik weet niet wat dat voor gebouwtje iets is. Oh my god, wat is dat? Yo, dit ken ik nog niet. Of is het gewoon een kamp? Oh my god, het is gewoon een kamp of niet? Oh my god, het zag er net zo cool uit vanaf een afstandje. Het zag eruit alsof het dikke tunnels waren. Het is gewoon een zwevend... Oh, het is gewoon een zwevend kamp. God damn it, Mount Doom. Why you do this? Oh, jongens, ik zie lava verschijnen op een minimap. Dit oh, is good. This is good. Dit is goed. Geef mij je loot. Dat is een bone. Come on, man. Wat is deze Mordor loot? Helemaal niks. Kom, we gaan naar boven, jongens. We gaan naar de lava. Ik heb geen reden om daarin te gooien, maar we gaan wel naar binnen. Zou je er ook niet via de zijkant in moeten? Ik bedoel, dat doen ze in de film ook. Dan heb je ook zo'n ingang in de zijkant. Maar dat zien we waarschijnlijk natuurlijk nog niet gebouwd. Maar het ziet er wel groot uit. We zijn er bijna. I don't know. Misschien gaan we erin springen. Kijken wat erin zit. Dat is echt het domste wat ik kan doen, maar... I don't know. Het is bijna weekend, dus waarom niet? In game mode dan, hè jongens. Zo dom ben ik dan ook weer niet. What's up? Black Uruk High. Jullie zijn veel te sterk. Alright jongens, hier gaan we. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh, het is hier zo. Wow. Ik wou shiften naar beneden. Dat ging niet helemaal volgens plan. Volgens mij is hier niks. Shit. Wat is daar? Wat is recht tegenover mij? Ik heb geen idee. Dude, daar wil ik heen. Ik weet niet wat het is. Hoe kom ik hieruit? Hallo? Wauw. Ook hoe ver? Hoe ver ben ik naar beneden gevallen? Het is echt ongelooflijk. Niet te geloven dit. We gaan parcouren naar de andere kant, jongens. Dit moet te doen zijn. Kan ik ook meteen wat Mordor Rocks krijgen? Ik weet niet waar het goed voor kan zijn, maar boeien. I don't care. Oh, nice. Hoort dat nou bij dat kampje dat daar staat? En is dat gewoon geglitcht in de berg? Is dat serieus alleen in mijn map zo? Dan heb ik weer zo'n verlepte map waar een kampje in Mount Doom is gespand? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Volgens mij is het gewoon zo'n... Oh my god. Oh my god. Damien, please. Stop. God damn it. Oké, we zijn er weer. We zijn er weer. Niks aan de hand. Ja, daar staat gewoon zo'n dude.
Daar staat gewoon zo'n... Oh shit, dat doe ik. Daar staat gewoon zo'n man. Dat is gewoon zo'n trader, weet je wel. Yo, wat doen jullie hier? Hey jongens. Als jullie nou even naar beneden gaan. Hey. Laat... Oh. Hij zit niet in het lava. Wacht. Ik ga ze even in het lava gooien. Jongens, ik ben pissig en ik wil dat jullie allebei in het lava gaan vallen. There we go. Kom jij eens even hier. Hoe heet je? Jagrat. Je bent een rat. Erin. Come on. Erin. Schiet even op, man. Oké, dit wil niet. Ik moet achter hem. There we go. Oh, het gaat. Hij ging zien dus in de muur. Zo bang was hij. Oké, solomiet hem maar op dan. Oeh, die was bijna raak, denk ik. Oké, genoeg gehouden, jongens. We moeten erheen. Ik wil toch weten wat het is. Ook al is het waarschijnlijk gewoon zo'n stom kamp dat bij mij in de map erin is gespand. Tuurlijk moet ik weer een verlepte map hebben. Waarom ook niet? Geef Damien maar een verlepte map. Dat is gewoon standaard. Bij mij is niks normaal. There we go. Zal ik jou er ook even in mieteren anders? Zo, de mieter erop. Oeh, bijna. Bijna. Jongens, misschien is er wel wat onder de lava. I don't know. Ja hoor, dit is gewoon zo'n stom kampding. Hier, weet je wat? Zo, de mieter maar op. En jij? Yo, later. Oh, hij zit erin. Hij is dood. Oh, wat is daar beneden? Er zit iets wits beneden. Is dat een... Yo, wat is dat? Yo, jongens. Oh, we found something. Ik hoef dit ding niet. Sorry, niet erop. Ik ga het gewoon als trap gebruiken. Waarom niet? Yo, wat is daar beneden? Is dat gewoon een skull? Gewoon een skeleton skull? Volgens mij wel, of niet? Dit is een dikke anticlimax, zeker. Het is nog steeds te hoog. Ik kan steeds niet naar beneden vallen. Come on. Wat is in... Is dat een skull? Is het gewoon een skeleton skull? Het is gewoon een skeleton skull. God damn it! Waarom ligt er ook maar één? Oh, daar staat een troll. Als ik die erin gooi. Damn. Dit ding kan ik niet kapot maken. Alleen in game mode. Oh! Pas nou op, Damien. Jesus. Waarom ligt alleen hier een skeleton skull? Alleen... Nee! Ik dacht, ik neem hem mee als souvenir. Zo van, ik kan laten zien dat ik bij Mount Doom ben geweest. Want deze skull komt daar sowieso vandaan. Ook al lijkt hij echt totaal gewoon op alle andere skills in deze map, maar I don't care. Hij kwam van Mount Doom. Dat sowieso. Oké, het is cool, het is super diep. Maar nu nog de vraag, jongens, ik ben toch bijna klaar. Nu nog de vraag, is het diep? Is het ondiep? Zit er wat onder? I don't know. We gaan het uitvinden. Let's... Hoe komt die torch daar? Oh, dat is ook van dat kampje natuurlijk. Let's fucking go! Ga ik nog naar beneden? Oh, ik ga naar beneden. Jongens, kijk rechts. Kijk rechts. Oh my god, ik zit super diep. Oh, ik zit niet... Ik kan niet meer dieper. Oh, hier zit steen. Yo, gaat dit nog ergens heen of... Oh my god, ik zie helemaal niks. Ik denk dat hier niks in zit. Ik wil eruit. Oké, nu word ik een beetje eng. Nu word ik een beetje bang hiervan. Laat me eruit. Hallo? Oh, jezus. Oké, het is wel diep. Het is fucking diep. Is die ook zo diep? Hier is het ook zo diep. Holy shit, gek. Dude, Mount Doom... Ik weet niet of de modmaker het zou kunnen. Maar als de modmaker het kan en als hij dit kijkt. Dude, laat dit ding exploderen, man. Of uitbarsten, bedoel ik. Hoe vet zou dat zijn? Holy shit. Er wordt meteen ook heel Mordor verpest, natuurlijk. En dat willen we allemaal. Want Mordor is kut en Mordor stinkt. Jongens. Wow. Oh, dat is maar 6,5 attack damage. En Warsight. Warskite Sight. Volgens mij is het Sight. Het klinkt niet. Het klinkt cool, maar. Laten we zitten. Arrows wil ik wel altijd hebben. Maar jongens, wacht. Yo! Oh shit. Come on! Oh, hij is wel dood. Hij voelde er niet in, maar hij is wel dood. Jongens, ik ga hier de episode eindigen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, druk op het blauwe duimpje omhoog. Sorry dat het een uurtje later is vandaag. Maar ja, hij is er in ieder geval. Dus ik hoop dat jullie dat wel leuk vinden. Jongens, nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet ook niet te volgen op Twitter en Instagram. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend. En zie ik jullie maandag om 6 uur gewoon weer met een nieuwe video. Jongens, nogmaals bedankt voor het kijken. En ik check jullie later.